Beste CX en GL-liefhebbers, er worden nog wat vragen gesteld via de mail hoe ik de oliepeil van een motorblok. Ja, het is zo simpel als wat, maar toch is er wat discussie over. Dus ik laat via een filmpje even makkelijk zien hoe het moet. Er zijn twee soorten pijlstokken in omloop, een witte en een zwarte. De witte is het oudste model en de zwarte is in alle latere modellen gebruikt. Ook in het CX-oermodel is die laatste versie met zwart uitgevoerd. Ik pak nu even de witte pijlstok. Ze zijn alle twee even lang, dus dat maakt niet uit. In de pijlstok zitten X's, noem ik dat maar eventjes. Daartussen moet de olie staan. Ik heb het liefst tot aan bovenaan. Dat is hier. Zelfs iets eroverheen is geen probleem. Hoe gaan we olie peilen? Pijlstok gewoon erop drukken en er weer uithalen. En we zien dat hier bij dit motorblok de olie te laag is. Gewoon opzetten. En niet aandraaien. Goed, nou laat ik even wat andere dingen zien. Ik maak even de pijlstok schoon. Hij is weer schoon. Als je hem er niet haaks op legt en je rommelt wat ik nu bewust fout doe, zie je dat er veel meer olie in zit. Nou is die bijna acceptabel. Dus het gaat er echt om: oliepijlstokker haaks of vlak op het pasvlak leggen. En die weer uithalen en meer is het niet. En dan zie je dat toch echt de olie in dit motorblok te laag is. Vullen, het liefst bovenaan tot hier. Als je op dit gladde deel komt, niet erg, laat zitten. Voor de 500 is dat prima. Voor de 650 blijft 2/3 maximaal olie bijvullen. En 1/3 vrijhouden van die X's. Dan zit je daar goed. Dat heb ik het liefst voor een 650. 500 mag gewoon bomvol. Daar liggen we niet wakker van. Nou, dat was hem. Dit is oliepeilen. Meer kan ik er niet van maken. Bedankt en tot de volgende keer.